Een volle zaal voor het afscheid van Luc Beaucourt, lieveling van de media, even gedreven als controversieel. Al in de jaren 90 trok de dokter langs scholen om kinderen bewust te maken van dronken rijden. Onder zijn impuls ontstonden de vodka-acties en het medisch interventieplan. Maar misschien het bekendst zijn Beaucourt zijn reizen naar verafgelegen rampgebieden. Ik heb alle grote rampen gedaan sinds 1994. We hebben er 15 gedaan. Alle aardbevingen, de tsunamis, ben ik 3 keer weg geweest. Eerst naar Phuket, dan naar Bende Aceh en zo meer. Ik heb alles gedaan wat er te doen was. Nu de dokter de pensioenleeftijd heeft bereikt, stopt hij als hoofd van de spoeddienst van het USA. Maar Luc Beaucourt is er de man niet naar om stil te zitten. Ik heb ongelooflijk goede contacten in Myanmar. Dat is een land waar ik me thuis voel. Dus ik ga er mijn kennis een stukje te dienst stellen. Ze hebben mij gevraagd om de dringende geneeskunde hulpverlening te bekijken in Myanmar. Dus we gaan hulpploegen sturen, mugteams sturen voor de Sea Games die plaatsgrijpen eind dit jaar. En misschien gebeurt er iets in de wereld en dan vertrekken we opnieuw.